Beste operaliefhebber, voor u zit een blij man. Ik heb het genoegen u een tweeluik voor te stellen van opera's die zelden of nooit het podium halen of hoogstens in concertante vorm uitgevoerd worden. Dat uw New Yorkse met ze nu in deze reeks de wereld rondstuurt, mag dan ook een bijzondere buitenkans heten. De twee eenacteurs die u vanavond zal zien, hebben gemeen dat ze graven in de soms problematische verhouding die kan bestaan tussen de man en de vrouw. Vooral de positie die de in zichzelf gekeerde mens hier inneemt als aanleiding tot de dramaturgische ontwikkeling wordt onder de loep genomen. In het ene geval betreft het een allegorie van het seksueel ontwaken bij een jonge vrouw die. In zichzelf opgesloten zit, tot ze diegene ontmoet die haar hortus conclusus openbreekt en zo de genezing in gang zet. Het verhaal van de blinde jonkvrouw Jolanta, die voelt dat ze iets mist in het leven, maar niet weet wat. In het andere geval krijgt u het bekende verhaal van Blauwbaard te zien, die in zijn sombere burg zijn bruid Judith ontvangt, waarbij hij degene is die zich afsluit en zij tot zijn wereld poogt door te dringen door de zeven deuren in de hal van zijn burg te openen en geobsedeerd raakt door de geheimen die hij daar verbergt. Uiteraard zijn er ook belangrijke verschillen tussen de twee stukken. Jolanta uit 1892 is Piotr Ilyich Tchaikovskys laatste opera. Geconcipeerd als tegenhanger van het ballet De Notenkraker en helemaal geschreven in de expansief-lyrische stijl waarmee de componist van Yevgeni Anjegin, of Schoppenvrouw, zich op de affiche had geplaatst. Het libretto is van de hand van zijn broer Madiëst, die zich baseerde op een Deens toneelstuk. De middeleeuwse situering van het verhaal maakte dat Tsjaikovski zich naar eigen zeggen niet echt kon inleven in de personages die hij van muziek moest voorzien. Maar zoals bij dat andere stuk in een middeleeuws decor, De Maagd van Orléans, uiteraard over Jeanne d'Arc, vond hij uiteindelijk wel een toon die hem toeliet het vrouwelijke epicentrum van het gebeuren te evoceren. Hij nam terug zijn toevlucht tot een orkestraal palet dat onbeschaamd gebruik maakt van pasteltinten om de specifieke positie van Jolanta duidelijk te maken, zoals in de eerste scène na de inleiding. Het heeft deze opera het verwijt opgeleverd te veel in te leveren op muzikale kernachtigheid in de arias en ensembles. Maar dat heeft niet kunnen beletten dat op de avond van de première in Sint-Petersburg op 6 december 1892 Jolanta veel meer succes kende dan de Notenkraker die er tegenover stond. De burcht van hertog Blauwbaard van Béla Bartók uit 1918 is van een heel andere orde. Er is uiteraard het allegorische verhaal van librettist Béla Bolas, gebaseerd op het bekende sprookje van Charles Perrault. Maar anders dan de opdracht die Tchaikovsky had gekregen van de keizerlijke theaters in Rusland, is deze eenakter ontstaan uit de wil van zowel componist als librettist om een opera te maken die Hongaars en modern was. Beide heren werpten onafhankelijk van elkaar. Ballas wou zijn libretto op muziek gezet zien door Bartok of Zoltan Kodali. Bartok schreef zijn versie van de opera in 1911, maar moest wachten op het succes van zijn ballet De Houten Prins in 1917, voor hij terecht kon in de opera van Budapest. Het aantal personages is hier beperkt tot twee. En de structuur van de opera is helemaal gericht op de spanning tussen die twee. Blauwbaard zingt in een pentatonische toonsoort, ontleend aan de Hongaarse volksmuziek. Hij beperkt zich tot een op de spreektaal geënt parlando met slechts nu en dan een melodische uitweiding of een hoge noot. Judith krijgt een veel grilliger soort zanglijnen voorgeschoteld, chromatisch georganiseerd en emotioneler geladen. We kunnen stellen dat twee voorbeelden Bela Bartok geïnspireerd hebben tot deze schrijfwijze. De alvermelde Hongaarse volksmuziek en de zanglijn die Claude de Bussy hanteerde in zijn onvolprezen Pelias et Mélisande uit 1901. Anderzijds is er het verloop van de opera, dat niet zozeer afhangt van de gewone lineaire vertellijn, maar getuigt van een weldoordachte toonaardenorganisatie. De grootste tonale ankerpunten liggen telkens voor de muzici onder u op een kleine terts van elkaar grondtoon fis voor het kader van het verhaal dus de burgt van blauwbaard en dan een evolutie over dis en harmonisch naar S bij het openen van de eerste vier deuren tot een stralende c bij de vijfde deur om dan te evolueren naar a en zo terug naar fis vergeef mij dit erg technisch exposé maar het is essentieel om de weg te begrijpen die de componist gevolgd heeft de Met presenteert deze hoogst originele dubbelbil in een nieuwe productie. De regie is van de Poolse opera-regisseur Mariusz Strelinski, die zich hiervoor inspireerde op de film Noir van de jaren 40 van de 20e eeuw. Blikvangers zijn Anna Netrebka en Piotr Beczala in Jolanta en Nadja Mikhail en Mikhail Petrenka in de burcht van Hertog Blauwbaard en Valery Kjergjef dirigeert. Laat u meevoeren naar de donkere krochten van de menselijke ziel, beste opera-liefhebber, en maak mee hoe kunst de wereld kan tonen.